dit vind ik altijd het lekkerste van de kapper, hè? En wat vindt u van zijn haren? Ja, wat zou ik daar nou eens op zeggen? Nou, wacht even, daar hoef je helemaal niks op te zeggen, hoor. Ik bedoel, jouw vraag gaat niet over mijn haar. Jouw vraag gaat over haar in het algemeen, toch? Ja. Ja, want de vraag is... Waarom worden mannen kaal en vrouwen niet? Ja, algemeen. Weet jij dat? Dat is heel moeilijk te zeggen. Het heeft iets te maken met het hormoon. Maar hoe het precies zit, dat kan een specialistje vertellen. En dat is een dermatoloog. Nou, volgens mij word jij ook al een beetje kaal daarvoor. Hey, wacht even, dat is heel gevoelig, hè? Dat heb ik liever niet dat je dat zegt. Het is een heel gevoelig punt, hè? Ja? Oké. Zullen we het niet meer over hebben? Oké. Waarom mag ik het er niet over hebben dan? Ja, ik weet het niet. Ik vind het gewoon geen leuk onderwerp om over te praten. Dan heb ik het liever nog over het weer. Kan mij het schelen? Nou, het is toch helemaal niet erg dat je kaal wordt? Hoezo kaal wordt? Ik word helemaal niet kaal, joh. En toch kan je zien dat je hier een beetje kaal wordt. Hou toch op. Hè? Het is een gezellige dag met dit zo. Kale. Ik ben niet kaal. En als je maar weet dat het voor mij een hele kleine moeite is om nu te stoppen en meteen weer naar huis toe te gaan. Dan kan je zien dat je een beetje kaal wordt. Wist jij dat overal waar hersenen zitten geen haar kan groeien? Oh, en nou jij weer. Haha. Wat is een dermatoloog? Dermatoloog? Ja. Een dermatoloog is iemand die gespecialiseerd is op het gebied van de huid natuurlijk. Maar ook van nagels, slijmvliezen en van haren. Ja. Nou, dan zitten we nu wel goed, hè? Ja. Probeer het nog maar eens een keer. Waarom worden mannen kaal en vrouwen niet? Het komt omdat mannen veel mannelijke hormonen hebben in hun bloed. En mannelijke hormonen die zorgen ervoor dat je mannelijke eigenschappen hebt. Zoals andere spieren, meer spieren. Soms een snor en een baard. Geen borsten. En die ook bij sommige mannen veroorzaken dat ze kaal worden. De mannelijke hormonen dus. En waarom wordt de ene man wel kaal en de andere niet? Een hele goeie. Dat is erfelijk bepaald. Dat vaders en opa's, als die kaal zijn, dan heb je zelf ook meer kans om kaal te zijn. En als je, dan moet je ook nog kijken naar de vader en opa van je moeders kant. Dat speelt ook nog mee. Dus dat is niet zo heel erg vrolijk vooruitzicht dan voor mij. Dus ik moet kijken naar mijn eigen vader en dan kan ik zien hoe ik er over zoveel jaar ook uitzie. Ja, een beetje wel. Dat is niet zo'n heel prettig vooruitzicht. En als ik nou bijvoorbeeld met een kam kan, dan waarom kan ik er dan zo vol... haren uit. Oh, dat is heel normaal. Je mag per dag een heleboel haren verliezen. En die vind je soms ook in je doucheputje. Dat geeft verder niet. Dat is helemaal normaal. Hoe kan dat dan? Dat is heel eenvoudig. Dat zit zo. Vlak onder de huid zitten de haarzakjes, ook wel haarfollikels genoemd. Mm-hmm. En vanuit de haarzakjes groeien elke keer haren. En die haren, die hebben verschillende fases. Die hebben een groeifase. Ze zitten ongeveer 4 tot 6 jaar in een groeifase. Ja. De meeste haren zitten in de groeifase, ongeveer 80%. Maar ze hebben ook een eindfase. En in de eindfase, dus ongeveer maar 10% van de haren zit in de eindfase. Daarin verliezen de haren op een gegeven moment contact met het worteltje. En verlies je dus de haren in de borstel of in je doucheputje. En hoeveel zijn dat er dan zo per dag? Het zijn ongeveer 100 haren per dag. Dat is nog heel normaal als je die verliest. Dat is geen probleem. Nee. Maar ja, als je iedere dag 100 haren verliest, op een gegeven moment word je dan ook kaal, toch? Ja, maar gelukkig, elke keer als je zo'n haar verliest, komt er weer een nieuwe haar terug. Want hieronder wordt gewoon een nieuwe haar weer aangemaakt. Mm-mm. Waarom groeit alleen het haar op je hoofd zo snel? Komt ook weer door dat haarzakje. Dat haarzakje maakt op je hoofd stevige haren die lang kunnen groeien. En op de rest van je lichaam is het een ander haarzakje die alleen maar heel klein en dun haartje maakt. En? Zeg eens eerlijk, hoe ziet het eruit? Ja, bij jou kun je echt duidelijk zien dat de haarworteltjes wat aan het uitdunnen zijn. Hè? Het begint eigenlijk altijd hier, hè, bij de haargrens. Zie je van die grote happen. Grote happen, ja. En hier nog zo'n grote hap. Gelukkig hier valt het nog mee. En die grote happen, is daar nog iets aan te doen om dat minder groot te maken? Ja, je kunt er wel wat aan doen. Ja. Wat dan gedaan kan worden, is dat haren van achter uit je hoofd getransplanteerd worden naar de voorkant. Naar de kale plekken. Aha. Dat is heel kostbaar. Dat kost ongeveer 7000 gulden. Nou, iets voor jou, hè, Jochem? Nee, dat doen we dus absoluut niet. Dan maar kaal. Nou, dan heb ik een ander idee. Ja? Nou, ik kan ervoor zorgen dat je kapsel 30 jaar hetzelfde eruit blijft zien. Meen je dat nou? Ja. Dat wil ik zien. 30 jaar, joh. Ja, hou maar op.
Ophouden, nee, 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 nee. Het is al erg genoeg. Kom op, hè. Dat is grappig.